Beginnen met investeren is belangrijk. Je hebt op dat moment een plan, misschien wel een idee van wat je wilt doen in de komende tijd, het komende jaar. En vervolgens zul je regelmatig wat extra geld investeren, bijvoorbeeld elke maand, door maandelijks dus een vast bedrag in te leggen. En na een tijdje zul je merken dat verschillende investeringen verschillende uitkomsten hebben, zijn eigen verschillend gedragen, waardoor er misschien wel verschillen kunnen ontstaan ten opzichte van jouw eerste originele plan. Dan is het dus van belang om dingen bij te gaan stellen en juist dat bijstellen van investeringen noemen we herbalanceren. Waarom balans belangrijk is, hoe je kunt herbalanceren en op welke punten je moet letten terwijl je dat doet, dat gaan we zien in deze video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Wil je nou meer van dit soort video's zien over de onderwerpen persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen? Klik dan hieronder op abonneren. En vind je dit nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik dat je het leuk vindt. Maar ook meer mensen op YouTube krijgen deze video te zien. En zoals gezegd gaan we het in deze video dus hebben over herbalanceren. Laten we dan beginnen bij het begin. En dat is het plan waarin de balans bepaald wordt. Want wanneer je gaat beleggen, hou je rekening met drie dingen. Ten eerste het doel dat je wilt bereiken, het risico dat je bereid bent om te nemen en de looptijd, de tijd die je dus hebt om deze investeringen te doen om het einddoel te behalen. Daarin zul je balans moeten vinden, maar niet alleen daarin, ook balans vinden in de investeringen die je doet. Je kunt dus het beste beginnen met een plan maken, een plan van aanpak maken, zoals je het misschien wilt noemen. Wanneer je gaat beginnen met beleggen waarin je dit soort dingen uitwerkt, dan weet je in ieder geval hoe je moet beginnen en heb je later ook iets waar je op terug kunt vallen. Bijvoorbeeld over een jaar ga je kijken van wat waren toen mijn ideeën, mijn doelen en hoe sta ik er nu voor. En zoals gezegd heb je dus drie dingen waar je rekening mee wilt houden. Het doel wat je wilt bereiken, het risico dat je wilt nemen en de looptijd die je hebt. En vooral het verband zeg maar tussen de laatste twee, het risico dat je wilt lopen met de looptijd die je nog hebt. Dat is vaak een balans die je dan wilt vinden en wilt bepalen in je plan. Heb je namelijk een korte looptijd, dan is het waarschijnlijk zo dat je minder risico wilt nemen. En minder risico nemen betekent vaak ook dat je minder aandelen hebt. Laat maar iets zeggen, bijvoorbeeld 40% van je vermogen wil je op dat moment in aandelen hebben zitten. Heb je nou een langere looptijd nog, misschien wel 30 jaar, dan kan het zomaar zijn dat je meer risico wilt nemen, omdat je nog kunt herstellen van een crisis bijvoorbeeld. Dan kun je zeggen van, ik wil misschien wel meer dan 90% in aandelen zitten en misschien die rest in obligaties of in vastgoed. Dus afhankelijk van het risico en de looptijd zul je een balans moeten vinden tussen dit soort dingen in bijvoorbeeld welke investering je doet en hoeveel procent aandelen je wilt hebben. Maar niet al je investeringen zullen op hetzelfde tempo groeien. Misschien zullen sommige groeien terwijl andere juist afnemen in waarde. En juist deze scheefgroei, deze verschillen tussen verschillende investeringen zorgen ervoor dat je dus van je plan afwijkt. Dus wanneer je dat moment iets constateert en weer terug wil gaan naar het plan wat je toen voor ogen had, ja, dan moet je dus gaan herbalanceren. Had je bijvoorbeeld bepaald dat je voor 40% in aandelen wilde zitten, maar zag je in één keer dat een jaar later aandelen het erg goed deden, veel winst gemaakt op die investering, waardoor op dit moment bijvoorbeeld 55% of zo van je vermogen in aandelen zit, terwijl je dus eigenlijk die 40% graag had willen zien, dan wil dat dus zeggen dat je een gedeelte moet verkopen om juist weer terug te komen in die juiste balans. Hoe zit het dan juist met dat herbalanceren bij verschillende soorten van investeringen, verschillende vormen van beleggingen die je kunt doen? Denk je bij een beheerbeleggen, indexfondsen, ETF's of bijvoorbeeld zelfbeleggen? Nou, laten we beginnen met het eerste en dat is dus beheerd beleggen. Zoals ik al vaak zeg in mijn video's is beheerbeleggen vaak een goed begin. Je kunt dan starten terwijl je nog weinig kennis hebt en je kunt toch al mee profiteren van de markt. Zelf doe ik dat ook nog steeds beheerbeleggen, ook al inmiddels meer dan 3 jaar geloof ik. En ik doe dat bijvoorbeeld bij Bink Forward. Laat dan ook mijn portfolio bekijken bij Bink Forward in dit voorbeeld. Ik heb een offensief portfolio, ik wil dus nog meer risico nemen en dat doe ik omdat ik nog een lange looptijd heb. Ja, ik ben nu 32 en ik heb dus nog wel een aantal jaren te gaan tot ik met pensioen ga. En omdat ik dus nog een lange looptijd heb en risico wil nemen, zit er op dit moment rond de 85% in aandelen. En dit wordt automatisch gedaan, afhankelijk van het profiel wat je hebt. Nou, de rest daarvan zit dus zoals gezien in obligaties, vastgoed en kortlopende obligaties. En het mooie aan beheerbeleggen is juist dat er automatisch geherbalanceerd wordt voor jou. Afhankelijk van het profiel wat je kiest, wil je misschien defensief, neutraal of offensief.
Afhankelijk daarvan heb je een bepaald percentage in aandelen zitten. En naarmate bijvoorbeeld aandelen harder groeien, zal er automatisch weer geherbalanceerd worden. Zodat er ongeveer in dit geval dus rond de 85% van mijn vermogen bij BinkForward in aandelen zit. Maar naarmate de looptijd zeg maar verstrijkt en je dus dichter bij je einddoel, eindtijd komt, zal ook automatisch het risico worden afgebouwd. Dat wil dus zeggen dat waar ik nu 85% aandelen zit, wanneer ik bijvoorbeeld nog 10 jaar te gaan heb tot mijn pensioen, dat dit dan afneemt naar bijvoorbeeld 65% en bijvoorbeeld ieder jaar een paar procent eraf gaat, omdat aandelen vaak volatieler zijn, meer risico hebben en dat je juist die laatste jaren meer obligaties of vastgoed wilt hebben. Nou, dat wordt ook automatisch geregeld bij beheerbeleggen. En dat maakt beheerbeleggen dan vaak zo'n aantrekkelijk product, zeker voor beginners. Alles wordt automatisch voor jou gedaan, je hoeft er eigenlijk niet naar om te kijken. Elke maand stort je bijvoorbeeld automatisch wat geld en de rest wordt voor je geregeld. Natuurlijk rekenen ze daar een klein kostenpercentage voor. Maar ja, daar hoef je ook totaal niet naar om te kijken. En is het dus best wel een vorm van passief beleggen. Ben je nou nieuw met beleggen en wil je gebruik maken van BinkForward voor beheerbeleggen? Onder deze video heb ik een link geplaatst. Daar kun je je gemakkelijk aanmelden. Dan komen we aan bij de volgende vorm van beleggen. En dat zijn indexfondsen en ETF's. Want waar je bijvoorbeeld begonnen bent met beheerbeleggen, maar een jaar later heb je wat meer kennis opgedaan, wil je wat meer zelf doen om bijvoorbeeld kosten te besparen en kies je dus voor om bijvoorbeeld zelf indexfondsen of ETF's te kopen. Deze twee vormen van aandelen zijn juist interessant omdat ze een brede spreiding hebben en lagere kosten. Nou, laten we in ons voorbeeld het bekende voorbeeld nemen Vanguard VWRL, het All World Fonds van Vanguard dus. En hier kun je zien dat VWRL eigenlijk voor de bijna 100% in aandelen zit. De eerste spreiding die er is, de balans zeg maar, is het dat het een wereldwijd fonds is. De regioverdeling laat ook zien dat ongeveer 55% in Amerika is geïnvesteerd en bijvoorbeeld gevolgd wordt door Europa met ongeveer 14%. Maar behalve regioverdeling heb je ook nog verdeling in sectoren. 18% zit in financiële dienstverlening, 15% zit in technologie en bijvoorbeeld 5% zit in energie. Dit ene fonds, VWRL, bestaat uit 3340 aandelenposities. En je ziet ook dat enkele van de grootste bedrijven ter wereld in de top 10 van de posities zitten. Het mooie aan Vanguard, indexfonds, meeste ETF's, is dat het automatisch geherbalanceerd wordt. In dit geval is het dus een fonds van Vanguard. En Vanguard gaat kijken van hoe zit de verdeling ter wereld. Waar zit het meeste vermogen, meeste welvaart, hoe groeien de bedrijven en automatisch wordt dan de verdeling binnen dit fonds aangepast. En juist met dit ene fonds heb je dus ten eerste wereldwijde spreiding, omdat er in alle kanten van de wereld bedrijven in dit fonds zitten. En aan de andere kant zitten er ook nog veel verschillende soorten bedrijven, veel verschillende soorten sectoren. Dus wil zeggen dat wanneer het bijvoorbeeld slecht gaat met Facebook, kan het zomaar gecompenseerd worden omdat het bijvoorbeeld goed gaat met Visa of met Apple. En is het dus eigenlijk net zoals bij beheerbeleggen, zit de herbalancering eigenlijk al ingebouwd in het product. Dit hoef je niet zelf te doen. En als je dus juist wil besparen op de kosten, is VWRL juist wel een interessant product als je wilt passief beleggen. Dit aandeel is te koop via zowel FlatEx als de Giro. En links daarvan vind je trouwens ook weer onder deze video. En daarmee komen we aan bij de laatste vorm van beleggen. En dat is zelf beleggen. Want beheerbeleggen kost natuurlijk extra. Indexfondsen zijn zo makkelijk, zo saai. En je bent zo eigenwijs om te denken dat je uiteindelijk de markt kunt verslaan. En ga je dus net zoals ik losse aandelen in bedrijven kopen. Ik doe dat bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Giro. Dus laten we in ieder geval naar de Giro gaan om te kijken hoe mijn portefeuille er op dit moment uitziet. Bovenaan zie je mijn aandelenposities. Beginnend bij Alphen en eindigend bij Visa. En daaronder zie je mijn ETF's met onder andere dus de Vanguard VWRL fonds wat we zojuist hebben besproken. Net voordat ik deze video opnam heb ik berekend dat ik ongeveer 40.000 euro in beleggingen heb zitten en 3.000 euro in cryptocurrency, oftewel je zou kunnen zeggen 43.000 euro aan totaal belegd vermogen. Nou ben ik ooit begonnen met bijvoorbeeld beleggen in Tesla met het idee rond de 10 tot 15% van mijn vermogen daarin te hebben zitten. Nou, de laatste maanden zagen we een sterke groei bij Tesla met ongeveer 60% in de laatste 3 maanden. De actuele waarde van mijn belegging daarvan van Tesla is nu 8.649 euro en daarmee is het op dit moment dus 20% van mijn belegd vermogen en dat is dus meer dan ik eigenlijk gepland had. Dus mijn idee was om dit 10-15% te laten zijn en daar zitten we nu dus boven, dus volgens mijn eigen plan zou ik het nu moeten verkopen. Ja, dat is niet zo interessant vind ik omdat ik nog steeds geloof dat Tesla de komende jaren enorm gaat groeien, dus wil ik deze positie, dit aantal aandelen liever behouden. Wat ik in plaats daarvan zal doen is juist niet investeren in Tesla, maar in andere dingen juist geld investeren. Ik zou er dus bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om extra geld in VWRL te steken,
waardoor dat vermogen toeneemt en procentueel gezien dus mijn positie Tesla afneemt. Maar ik zou er ook voor kunnen kiezen om juist posities die nu slecht presteren, daar extra geld in te investeren. Ik heb bijvoorbeeld Beyond Meat, wat ongeveer op min 25% op dit moment staat, of cryptocurrencies die het op dit moment minder goed doen, dat ik juist dan beslis om daar juist nu extra geld in te steken. En je kunt er bij herbalanceren dus voor kiezen om juist aandelen die heel erg goed presteren, om daar juist de winsten van af te romen. Je kunt ook herbalanceren dus door aandelen die nu slecht presteren in een dipje zitten, om daar juist extra aandelen van te kopen. Of juist om op dit moment dus in ETF's of REITs te investeren in plaats van in losse aandelen. Bij de Giro heb ik dan ook maar een gedeelte van mijn vermogen zitten, ongeveer 40%, want daarnaast heb ik dus onder andere nog Bink Forward. En bij allebei heb ik eigenlijk ook vastgoed zitten. Bij Bink Forward wordt het automatisch gedaan. En bij de Giro heb ik daar de REITs van Eck. Dat was vroeger Tink ETF. En hoe ik dan precies ga herbalanceren, dat weet ik op dit moment nog niet. Daar moet ik nog in ieder geval over nadenken. Daar zal ik de komende tijd, tijdens de feestdagen, heb ik daar de tijd voor om over na te denken. Zoals gezegd komt een gedeelte hiervan door Tesla, omdat dit enorm is gegroeid. Maar ja, ik geloof er nog steeds in, dus misschien moet ik wel juist meer ETF's, meer REITs kopen. Dat is nog iets wat ik zelf moet bedenken. En dat is ook iets dat jij zelf moet bedenken, want ja, het plan is natuurlijk heel persoonlijk. En de keuzes die je maakt zijn ook persoonlijk, dus daar moet je zelf kijken welk plan je hebt gemaakt en welke stap je moet ondernemen om weer dicht bij dit plan en die balans te komen. Als je dan beseft dat je moet herbalanceren, dan is de vraag, hoe vaak moet je dan herbalanceren? Dan is er niet echt een regel van hoe vaak je moet herbalanceren. Ten eerste hangt dat af van welke type investeringen je doet. Wanneer je nou beheerbeleggen doet of indexfondsen, ETF's, dan wordt het eigenlijk al voor je gedaan. Dus het is eigenlijk alleen van toepassing wanneer je dus zelf investeringen gaat doen, zelf beleggingen, losse aandelen hebt. Maar het hangt natuurlijk ook af van hoe de markt presteert. Als je nou veel aandelen hebt en daar gaat het goed of juist slecht mee, dan kan dat impact hebben of heeft het waarschijnlijk ook grote impact op de balans van jouw portfolio. Mijn advies is dan ook om in ieder geval één keer per jaar dit te controleren. Bijvoorbeeld aan het einde van het jaar. Zoals gezegd, rond de feestdagen heb je daar de tijd voor, dat je in ieder geval kunt constateren of het nodig is. Dus eigenlijk een controle om te kijken of het moet gebeuren. Het kan ook zomaar zijn dat je zegt, nee, de verdeling die ik nu heb is nog steeds prima. Dan is in ieder geval het moment dat je bijvoorbeeld aan het begin van het jaar daarin wijzigingen kunt aanbrengen. En als je tijdens deze controle dan beseft dat je moet gaan herbalanceren, houd dan wel rekening met één belangrijk punt, en dat zijn de kosten. Want herbalanceren neemt waarschijnlijk kosten met zich mee. Dit heeft ermee te maken aan dat je aan de ene kant aandelen moet verkopen, aan de andere kant dingen weer moet bijkopen, en dat beide aankoop, verkoop, kosten met zich mee kan nemen. Dus houd zeker rekening mee wat die kosten zijn en of ze in verhouding staan met de baten die je daaruit haalt. Dit is zeker van toepassing wanneer je nog niet zoveel belegd vermogen hebt en dat je aan de ene kant een kleine winst hebt gemaakt. Maar als je dan, noem maar iets, een paar tientjes kosten zou maken op een of andere manier, misschien omdat het buitenlandse beurzen zijn of dat soort dingen, dan staat dat misschien wel niet in verhouding dan wanneer je gewoon deze aandelen zo laat, en dat je misschien op een later moment kijkt hoe dan de verhouding is. Dus mocht je constateren dat herbalanceren eigenlijk nodig is, kijk dan ook wat de kosten doen. Als dan de kosten niet opwegen tegen de baten, tegen het resultaat, wacht er dan gewoon een tijdje mee en kijk over bijvoorbeeld 3 maanden nog een keer. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video over herbalanceren. Ik hoop dat je het een leuke en interessante video hebt gevonden. Als dat nou het geval is, geef even een duimpje omhoog, zodat ik weet dat je het interessant hebt gevonden. En zoals gezegd, helpt het op YouTube dat meer mensen deze video kunnen vinden en dus misschien ook wel kunnen herbalanceren. Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat ze achter in de reacties onder deze video. En als je meer van dit soort video's gezien, zoals gezegd, maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje, dat je altijd weer een melding krijgt. Dan mis je nooit meer een video en zie ik je graag in de volgende video terug.